Waarom twittert Vibi Suryadi, de pianist met een Disney-voorliefde, al vanaf december over het vieren van feestjes? Waarom zien we van de week opeens foto's van Vibi waar die totaal naar de kloot is van de drank en de jointjes? En waarom zou ze bijnaam opeens Vissa Boy of Vibi G zijn? En nu is de vraag natuurlijk, is het allemaal echt of zit er misschien wat anders achter? Ik ga het voor jullie uitzoeken. Laten we zo zeggen, toen ik voor de Jimmy Woo stond, toen had ik er nog in gekund. Vibi! Vissa Boy! Suryadi Concert, BV, dus we zitten goed. Ik heb zijn favoriete drankjes bij me, wodka en chocomelk. Bent verbonden met de mailbox van... De intercom van Vibi heeft een mailbox. Vibi G! Hallo? Ons Vibi geeft niet thuis. Geeft niks, was te verwachten. Die ligt zijn roestuur nog uit te slapen. Dus, wat gaan we doen? We gaan een verhaal halen bij mensen die getuigen zijn geweest. Of hier sowieso meer van weten. Goed, Vibi konden we dus niet spreken. Maar we hebben wel een getuige die erbij was in Club R. We zien nog even de foto's in beeld. Marciano, jij was erbij. Ja, ik was erbij. Ik was lekker aan het feesten in de R. En ik en Michael Mendoza en Kim Veenstra en die kwamen mij gedag zeggen. En toen zag ik Vibi. Vibi liep een beetje te wankelen en was een beetje dronken aan het doen. Aan het doen? Ja. En toen ging ik dus even hallo zeggen. En toen zei Michael opeens tegen mij, ga even met hem op de foto. Dus ik denk, je bent dronken bij. Gezellig op de foto. We hebben de foto. En toen zei hij, geef me even die fles. Want dan kan ik even, dan lijkt het net of ik echt dronken ben. En toen dacht ik, hey. Dus ik denk dat Vibi en Michael Mendoza iets gaan doen. Qua muziek of wat ook. Maar ik weet het niet, maar volgens mij gaan ze dat wel doen. Een DJ en een pianist en dit zou dan een promotiestunt zijn. Ja, denk ik. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje wat ik dacht. Nou hebben we net Marciano gesproken. Ja. Die ken je ook, toch? Ja. Die was er ook bij die avond. Die zei, ja, ik moest op de foto van Michael Mendoza met Vibi Suryadi. Dat vond hij apart. Hij zei, ik wist niet zeker of Vibi dronken was. En Vibi had gezegd, zou ik anders een fles wodka pakken? Want het lijkt net alsof ik gezopen heb. Lijkt het net alsof hij gesopen heeft. Nou, dat stukje heb ik niet meegekregen. Nee? Nee, ik heb alleen meegekregen dat hij een fles wodka heeft gepakt en hem vervolgens ook nog tot een, ja, ik denk een kwart of zo zelf heeft opgedronken. Is het zo dat jij en hij een single gaan maken? er kan inderdaad iets moois aankomen. Dat is een ja. Er komt een single van Michael Mendoza en Vibi Suryadi. Wanneer komt die? Heel snel, hoop ik. Als hij van zijn kater is bijgekomen, dan gaan we hem opnemen. Dan gaan we hem opnemen. Sowieso. Michael Mendoza, dankjewel. Ja, wil je nog de groetjes doen aan Vibi? Die ligt nu brak in zijn nest. Kreeg net van zijn manager door. Veel water, veel paracetamol. Dan komt het allemaal goed.